zie op Instagram en social media sowieso in het algemeen regelmatig dat jullie dingen over jezelf delen. Toen dacht ik, dat is ook leuk. Dat was ook al 20 jaar van plan. Maar dat is er nog niet helemaal van gekomen. Dus ik ga nu het eerste met je delen. En dat is namelijk dat ik, nee, niet per se een hekel heb aan boodschappen. Want dat mag ik van mezelf niet zeggen. Het is een hele luxe, zeg ik altijd. Probeer het verhaal te veranderen. Ik hou er gewoon niet van. Aaron doet meestal boodschappen. Oh, ik sta op een blaadje wat uitgedroogd is. En meestal probeer ik het te combineren dat als ik boodschappen ga doen, dat Lisa, mijn dochter, meegaat. Of dat ik samen met Aaron ga. Maar nu is het moment. Dat ze allebei niet kunnen. Aaron is op zijn werk. Lisa is op pad. Die vakantie. En ik heb gewoon geen eten in huis. En andere dingen die ik graag in huis wil hebben. En wat ik dan tegen mezelf zeg is, niet denken, gewoon gaan. Ik ben benieuwd of jij dat ook herkent. En wat ik dan ook echt helemaal niet fijn vind, want dan doe je het in het karretje. Ik ga dat wel zelf scannen, dat scheelt weer een paar handelingen. Maar dan kom je thuis en dan moet je het uitpakken. Aaron zegt ons voor de grap. Het is altijd zo verbazingwekkend dat als de boodschappen uitgepakt moeten worden, dan ben jij, ik weet niet waar je bent, maar niet bij die tas. En dan heeft hij het alweer gedaan. Dus dat was het eerste wat ik deel van mezelf. En die gaat over boodschappen. Oké, herken jij dit ook?